Carla van Dijk uit de Schilderswijk in Fijnaard. Gisteren een burenruzie op Eerste Paasdag enorm uit de hand gelopen. Vertelt u eens, wat is er gebeurd? Nou, ik stond op een gegeven moment in mijn tuin een sigaretje te roken. En mijn kind was buiten aan het spelen met andere kindertjes. En, wat ze eigenlijk bijna dagelijks doen. En toen hoorde ik op een gegeven moment de buurman die hierachter woont. Tekeer gaan tegen de kinderen dat ze ook moesten rotten en het moest eens klaar zijn met de voetballen. De kinderen hadden gevraagd of ze de bal terug konden krijgen die hij de dag ervoor afgepakt had. Omdat hij voorbij rolde, daar kon meneer niet tegen. Nou, die kregen ze niet terug, want die ging naar het grof vuil. Toen op een gegeven moment hoorde ik dat de deur weer dicht ging. Even daarna hoorde ik dat er een andere vrouw hier uit de straat bij hem aan de deur ging en hem terecht wees eigenlijk en zei van doe ze normaal en geef die bal aan die kinderen terug en laat ze met rust. En toen had ik zoiets van nou, dit gaat nogal, wordt nogal hard gepraat, wordt een beetje ruzie, dus ik wil mijn kind daar tussenuit halen, ik wil niet dat hij daarbij is. Dus ik deed de poort open en op dat moment zie ik dat hij de vrouw met een honkbalknuppel te lijf gaat. En wat dacht u? Want dat moet er enorm eng hebben uitgezien. Ja, dat zag er ook eng uit. Ik dacht eigenlijk, hij slaat ze hartstikke dood. Want hij ging als een dolle stier, ging hij tekeer. En de vrouw die zakte op een gegeven moment in elkaar. En achteraf bleek bewusteloos. Maar op dat moment dacht ik even, van, nou, ze is dood. Dat was echt heel raar om te zien. Maar daar bleef het niet bij? Daar bleef het niet bij. Want toen op dat moment, ik had ook geen tijd meer om een kind binnen te roepen. Of om andere kinderen weg te sturen. Dus die hebben ook alles meegekregen. Op dat moment kwamen mijn buren de poort uit en die gingen daar gelijk op af. En die zagen hun tante daar natuurlijk op de grond liggen en die gingen daar naartoe. En die kregen onmiddellijk ook vreselijke klappen met die honkbalknuppel. En hij maaide echt als een dolle stier rondom hem heen. En ja, waar hij maar raken kon, daar sloeg hij. Nou ja, vervolgens natuurlijk, hoe is het eigenlijk tot een einde gekomen? Nou, op een gegeven moment ben ik naar de vrouw toegelopen die op de grond lag. Ik had zoiets van, die moet uit die situatie. Dus ik ben daar naartoe gelopen en wel constant haar in de gaten gehouden voordat ik zelf misschien een klap zou krijgen. Toen werd ze inmiddels weer, kwam ze een beetje bij bewustzijn, heb ik haar meegenomen naar het huis van mijn buren. Wel constant blijven kijken van wat gebeurt er. En ja, was constant in een grote vechtpartij. Hij dus met die knuppel. En toen zijn we naar binnen gegaan en ja, na een tijdje kwam ook mijn buurvrouw ook helemaal onder het bloed terug. Met een ontzettend ei op haar hoofd en ja, alles zat onder het bloed, is in de gang gezeten. Ik heb het een beetje gedept en 112 is toen gebeld. Nu gebeurt zoiets niet van de een op de andere dag, tenminste dat denk ik niet. Daar is vast iets aan vooraf gegaan. Ja, het is al een hele tijd. De meneer die kan helemaal niks hebben. Van kinderen, van ja, eigenlijk van niemand niet. Om een voorbeeld te noemen, vorig jaar waren de kinderen bezig met stoepkrijt. Onder andere op onze eigen schuur. Op de muur waar die meneer dan tegenaan kijkt. En dat moest eraf, want daar had hij een probleem mee. En dat kon allemaal niet. En er was rommel. En ja, zo heeft hij altijd overal wat over. Hij wil het gewoon niet. Het kan gewoon niet. Het is gewoon een hele moeilijke persoon. En ja, hoe moet dat nu verder? De man zit nu vast op verdenking van poging tot doodslag. Ja. Zal misschien nog wel even vast blijven zitten. Vroeg of laat komt hij vrij en dan? Want... Nou, wij hebben begrepen van de politie dat die ook in ieder geval er iets mee willen doen met de woningstichting en de gemeente. Om te proberen om hem hier weg te krijgen uit de buurt. Ik denk ook niet dat het verstandig is dat hij hier terugkomt in de buurt. Want dat is voor niemand meer houdbaar na zo'n situatie. Dus eigenlijk als die verstandig is, gaat hij uit zichzelf. Maar hem kennen, dan gaat hij dat niet doen. Nee. En ja, of een gemeente of een woningstichting dat ook voor elkaar krijgt, dat weet ik niet. Heeft u een beetje geslapen vannacht? Ik heb af en toe dommel je een beetje weg, maar ik ben iedere keer wakker geschrokken. Ja, je bent er zo mee bezig en je zit ook in over de kinderen. En ik zeg al, mij is slachtofferhulp aangeboden. Maar en misschien heb ik dat ook wel nodig, maar ik denk dat het voor de kinderen misschien harder nodig is. Want daar, ja, daar maak ik me gewoon zorgen om. Die hebben het allemaal gezien. En het is niet niks.